Yo, kijkers van Online Games en vannacht, ik werk weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Goed jongens, welkom weer terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk lekker verder waar we gisteren waren gebleven. Jawel, komen we weer helemaal goed, prima, goed, ja, goed, perfect, goed, prima, goed, ja, goed, prima, goed, ja, perfect, goed. Prima, goed, ja, goed, ja, goed, ja, goed, ja. Zoals jullie natuurlijk weten, hebben we hier van allerlei werkzaamheden wat we kunnen gaan doen. Daarvoor heb ik wel een paar ideeën. Waarvoor ik deze kan gaan gebruiken. Dus dat komt helemaal goed. In ieder geval moeten wij nu hier zo wil ik ook een bouwwerk neerzetten. Dus dat gaan we nu ook doen. Juist. Daar hebben we ook genoeg geld voor. Nu kunnen we het doen, dus. En de kost is van 17.000, dus dat is niet zo heel veel. Hoppatee. Hier. Moeten we heel even een snelle deur erin zetten. Hoppatee. Dat ze de lampen in kunnen zetten. Want dan wil ik hier ook voor... Hier komen de meeste kantoren. Ik wil dat eerst aan die kant doen. En dan dit naar die kant verplaatsen. Maar dat doe ik toch maar niet. Ik laat dat gewoon zo. Maar nu zit er wel hier zo'n klein stukje. En daar kan ik niet tegen. Dus ik ga dit ook even op... doorzetten en dan moet ik kijken dat wij hier is het ook zo helemaal een bouwwerk moeten doen, maar ja, wat gaan we daar nou weer neerzetten, dat weet ik ook allemaal niet. Misschien is een extra keuken ook wel handig, dat we gewoon twee keukens hebben. Ondertussen is alles op. Hoe kan dat? Oh, hier liggen het allemaal. Hier ligt nog van alles waar ze bijna geen tijd voor hebben. Maar welke stroom moeten we ervoor pakken? Hij heeft natuurlijk die donkerblauw en dat is die en die zit ook bijna tot aan de nek gevuld. Die zit niet helemaal vol. Dus misschien dat ik deze stroom zo kan fixen dat die er omheen gaat. Of we moeten een klein stukje stroom uitzetten. Dat kan natuurlijk ook. Het is handiger als wij deze hier zo aan langs zetten. Dit. Oh, no. Dit is verkeerd. Dat moet ik niet. Pauze. Hoe kunnen we dan het beste deze als die uitgaat deze, dan is deze stuk klaar.
Anders moeten we hem helemaal zo omheen. Dat kan het. Ja, laten we dat doen. Dat we deze stroom want ik denk dat we want ik heb geen zin dat deze hier zo komt. Hier is wel zo'n klein paadje. Kijk. Hoppa, opgelost dat we deze stroom pakken. Ja, dan moeten we nu de muren nog doen. We moeten een veilige omheining hebben. Laten we dat dan niet hek veilig omheinden, want dan hebben we deze zo gedaan. Dus dat we deze en dan we moeten ook wat verschillende poorten hebben weer. Dat wil ik er wel bij hebben. Ja, dat kunnen we best wel nu gaan doen. Kunnen we dat kopiëren? Nice. Dat ik deze stuk. Wat geblokkeerd. Niks geblokkeerd, dat blokkeren we niet. Zo is hier zo. Kijk, dat we de verschillende stukken doen. Dit is de laatste. Dat je de verschillende poorten moet, vooral als de mensen ontsnappen. Dat die zo even doen, kijk. Dan hebben we het geld er alweer allemaal helemaal doorheen, jongens. We hebben nog 19.000. En van dat geld, daar kunnen we dus wel iets leuks mee doen. Want ik wilde namelijk de dagroosje ook gaan veranderen. Maar dat is binnen 5 minuten denk ik toch wel gefixt. 99. Dan moet het op 100. Laten we die op 70. Ik wil eigenlijk voorwerpen. Ik zoek zo'n bewakingstoren. Juist, bij het bewakingskruisje. Als we dat hier zo kunnen vinden, maar dat vinden we niet. Dan
Ik weet nu waar die zit. Bij kluis. Langs de kluis, hier. Dat kost 3000. Ja, ik heb natuurlijk deze kant. Heb ik dus helemaal gedaan, maar ik wilde. Want het hondenhok. Dat zit best wel veel. Dus ik wilde kijken of ik de hondenhok hier kan zetten. En nou de wapenkamer hier wat daar neergezet. Dat de wapenkamer groter is. Dus we gaan heel even de binnenruimte leegmaken. En dan maken we hier. Daar staat hij. Wapenkamer. Komt hier zo. Ik heb gezegd. Nee, dan komt dat vanzelf wel. Dat we dan hier de hondenhok en dan hier de wapenkamer gaan pakken. Oké, dat kost me nu allemaal geld, dus dan moeten we even wachten tot die weg is. Want dan hoef ik dat niet te betalen, kan ik dat gewoon zo overzetten. Je hebt natuurlijk ook stroom nodig. Wat ik kan niet. Ik ga toch helemaal tot aan hier zo. Zo. Ik hoop dat de stroom niet uit wordt gezet, want volgens mij zit hij bijna vol. Oeh.
Als dat maar goed gaat. Want als dat niet goed gaat. Dan hebben we een probleem. Kijk, ze zijn er als een kippen bij. Zo. Ja, dan gaan we nu heel even kijken naar dagroos, want dan pak ik mijn galerij er even bij, want ik heb er heel even een foto van gemaakt, want ja, ik wil het werk toch allemaal apart gaan doen, is eigenlijk wat handiger en beter. Ja, de oranje, daar gaan we beginnen. Om 6 uur staat er douchen, dus we gaan een uur eerder douchen. Oh, douchen. Dan celdeur gesloten. Dan gaan ze luchten. En dan 4 uur werk. 1, 2, 3. Werk. Een uurtje eten. Dan hebben ze 3 uur vrije tijd. 2 uur tot 4, ja, dan zijn we 5 uur. Staat er nog een keer op werk. Ja. Dan dubbel eten. Dan vrije tijd, dan celdeur gesloten. En dan slapen. En dan hebben we nu de volgende. Dat is nog een uur eerder. Dat is 5 uur douchen. Zes uur werken. 1, 2, 3, 4. Dan hebben ze luchten. Maar ik denk dat we dat gaan veranderen, want als hun van die kant helemaal moeten gaan luchten, dat is niet handig. Maar dan moeten we heel even bekijken. Dan celdeur gesloten, dat is wel handig, celdeur gesloten. Dan, oh, eten dat stond goed. Drie uur vrije tijd. Eén, twee, drie. Vier uur. Werken. Ja. Dan hebben ze eten. Eten, vrije tijd. Vrije tijd. Celdeur gesloten. En dan hebben ze hier zo nog een keer slapen. Kijk. Dit is niet echt handig. Want dan gaan ze naar hun werk. Dan moeten zij helemaal hier naartoe. En dat ze dan, dus dat is niet echt handig. Dus ik denk dat zij een uurtje
vrije tijd krijgen. Anders maakt er hier vrije tijd van. Na het eten, vrije tijd. Celdeur gesloten en dan hier zo maken ze lucht ervan. Is dat handig? Dat is denk ik wel wat handig hoor. Ja. En dan nu deze kant. Dat is ook vrij makkelijk. Dat is dus de laatste. Dat is ja hetzelfde als de bovenste, hebben zij dus ook douchen. Na het douchen hebben zij een uurtje vrije tijd. Oh ja, die stond goed. Dan 3 uur celdeur gesloten. 1, 2, 3 uur. Ze hebben 4 uur terwijl dat zij dus. Dan krijgen ze eten. Dan werken. 1, 2, 3. Dan eten. Eten hier. Hebben ze werken. En na het werken staat hier ze dus. Luchten. Dan 2 uur vrije tijd. Dan zal de ook zo dan slapen. Maar er zat luchten hier. En dat zijn niet echt. We kunnen beter. Dat we hier ergens toen vluchten. Na 1, 2. Vluchten. Vrije tijd. Vier vrije tijd. Ja, dat kan ook. Nee, hier gaan we na of na het douchen. Dat wordt dus wel weer moeilijk. 1, 2, 3. Want dan zal ik het zo moeten hebben en dan zal luchten hier. Maar na het werk, als ze moeten hun helemaal naar die kant, dat heeft eigenlijk geen zin. Hoe hebben zij dat? Hun vrijheid en dan hebben ze zelf de deur gesloten. Dus ik denk dat wij 4... Dan krijgen ze
Hier lucht, hè? Na het luchten kunnen ze anders ook. Ja, ze moeten. Dan krijg ik pas hier zo'n 2 uur vrijheid. Want ze hebben hun wel in de avond pas dingen aan dat. Anders na douchen lucht, dat kan ook. Ja, dan doe je dat, celdeur ook gesloten. Dan krijg ik het hier. Vrije tijd, dan kunnen ze hier zo weer in hun cel en dan hebben ze weer vrije tijd. Minuutje, en dan hebben ze weer cel. En dus is dit denk ik het beste oplossing. Dus je ziet gewoon dat het werk gewoon doorgaat. Kijk maar. Hier zo gaat het werk eigenlijk gewoon om 6 uur gaat het door tot 7 uur. Dus tot aan daar, ja? Dat is denk ik het beste, hè? Ja. Ik denk gewoon dat we daar morgen donderdag weer verder gaan, jongens. En dit ook, dat komt vanzelf wel helemaal goed, ja? Dan ga ik het ook in ieder geval hier zo laten. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot donderdag dan weer, jongens. Mazzel!